Welkom terug en leuk dat je weer kijkt. Juist, een keer van een andere locatie. Vanuit de woonkamer, volgens mij heb ik al een keer wat gefilmd in deze woonkamer. En volgens mij was die ballon toen ook aanwezig en die houdt het heel lang vol. En ik heb hier nog een ballon van een, mijn zoon had die gehad van een of andere foodketen. Ik zal geen reclame maken of wat dan ook. Heb je nog een beetje de, noem je dat? Bepaalde sferen. Ik bedoel, het is toch een kleine felicitatie waard aan mezelf. 200ste review. Ja, en ik had gehoopt, althans, ik hoop nog steeds, wanneer dit opgenomen wordt, weet ik dus niet heel erg zeker of ik de 200 abonnees heb aangetikt. En ik, ja, andere locatie deze keer. Even tussen haakjes. Remy, die de review heeft opgenomen, had het dus verkeerd. Mensen, we hebben het gehaald. 200 reviews met 200 abonnees. Mensen, het is gelukt. En daar wil ik jullie echt super voor bedanken. Sterker nog, het zijn 201 abonnees. Dus dat is helemaal geweldig. Echt nogmaals dank. Ik ben lekker op vakantie, zoals je ziet. Ergens hier, in het oerwoud. Echt super bedankt. Echt, dat maakt mijn vakantie nog veel beter dan het is. Ik heb nu even niks om te proosten. Komt vanmiddag wel. Het is nog vroeg. Maar nogmaals, dank jullie. Jullie zijn toppers. Dankjewel. Bierkiek Holland, Remy kan Remy niet zijn. Als het bij de 200ste review, dan moet het natuurlijk wel een special zijn. Sommigen denken, wow, Bourbon County, dat was de eerste die je reviewde. Misschien is dat hem wel. Had gekund, misschien. Maar het is en blijft nog steeds Beer Geek Holland. Vandaar dat ik zoiets had van, we moeten gewoon een Nederlandse topper doen. Ik heb al meerdere van dit soort bieren gehad. Van afgelopen batches. En misschien zegt het je al wat. En ik heb hier batch nummer 30 van de La Trappe Trappist. Ook aged. Check. Ik heb deze nog nooit gereviewd. Ik heb hem al vaker op. Andere batches ook gehad. Volgens mij ben ik ooit ingestroomd bij batch 17 of batch 18. Inmiddels zijn ze al bij batch 31, maar ik vond de 30 nog. En ik had zelf zoiets van, die gaan we gewoon gebruiken voor een speciaal moment. Review 200 mensen. Het blijft altijd een bijzonder moment. Ja, toch? Eens kijken wat er allemaal op staat. Eens even kijken. In 2009, de Koningshoeve Brewery reinstarted an old tradition by aging La Trappe quadruple in oak barrels, thus creating a unique Trappist ale with a perfectly balanced flavor, special aroma of wood and an alcohol content of 11%. The complex taste depends on the type of barrel in which it's aged, and therefore each batch is different. The ale continues the ferment after bottling, may be kept for many years and offers real indulgence to the genuine ale lover. Ja, het is niet een ale. Het blijft de quadruple. Je kan ook zien, hè, aan de Q. Uiteraard trappistenbier uit Nederland. Zeer uniek. Eigenlijk alleen te halen bij de Koningshoeve zelf. En dat is bij Tilburg daar zo. Koningshoeve is La Trappe. En eens in de zoveel tijd komt hier een x-aantal gelimiteerde flessen vanuit. Sinds batch, volgens mij, 526 dacht ik, hebben ze deze kokers eromheen. Ja, leuke toevoeging. Ziet er goed uit. Zoals ik al zei, 11%. En deze versie, New Oak Medium Toast voor 20%. En de overige 80% is Ka-cha-cha. Ka-cha-cha. En volgens mij, even kijken, stond dat er ook op? Weet ik niet zeker.
Volgens mij is cachaça is een soort rumachtig. Voor de rest staat er niks op. Dat is eigenlijk het enige wat erop staat. Hij is ook gelijk gesield. Je kan het ook zien. We gaan hem gewoon unsealen. En uiteraard hoort daarbij het welbekende La Trappe glas. Laten we hem openen. Wim. 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 Ja, het ziet er goed uit. Kijk eens. Mensen. Inderdaad, batch 30. Ik ben niet genaaid of wat dan ook. Ja, de fles misschien voor jou ook herkenbaar. La Trappe. Qua druppel. Ziet er eigenlijk altijd zo uit. Maar aan de onderkant zie je ook staan ook aged. Dat zegt eigenlijk wel dat het een specialere versie is. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ook tenminste houdbaar, dat is mooi hè. Tenminste houdbaar tot januari. Moet je eens goed kijken. Ik weet niet of je het kan zien. Zo niet. Januari 2043. Dan moet ik nog 7 jaar. En dan ben ik met pensioen. Dus hij kan heel lang bewaard blijven. Ik ga hem snel openmaken. De La Trappe Quadruple Oak Aged Batch 30. Maar hier hebben we de punnetje openen niet voor nodig. Die heeft me altijd wel geholpen met alle flessen openen de afgelopen 200 reviews. Maar deze kunnen we gewoon zelf ontpoppen. Wow, staat er druk achter. Zo! Wow. Nou, dit is, dat had ik niet verwacht. Ik hoop dat ik geen ruzie krijg met mijn vrouw. Nou, het plafond ziet er nog goed uit. Maar hij ging echt als een malle. Ik ga hem inschenken. Here we go. Ja, en maar een van mijn favoriete quadruples is ook wel echt die van La Trappe, hoor. Die is zo briljant. Echt super, super lekker. Alright. Nou, als je goed luistert, ik weet niet of je het kan horen, hoor je het sissen. Het verdwijnt lichtelijk. Het duurt niet lang, denk ik, en dan is het verdwenen. Allereerst de kleur. Ja, echt. Ja, super mooie, volle, rode, robijnachtige kleur. Echt een quadruple kleur. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Ja, hier zie je wel gloed komen. Super mooi van kleur. Ja, schuimkaag is zo goed als weg. Ballon, jij gaat ook even. Weg. Ja, ziet er echt super goed uit. We gaan hem ruiken. Here we go. Oh, wauw. Ja, en het mooie is van dit soort bieren, hè? De geur van de quadruple blijft altijd. Het is echt een unieke geur. Een beetje kruidig. Sterk geurtje, vol. Ruikt super goed. En je ruikt ook. Ja, die barrel waar die in die gerijpt is, is echt heel goed aanwezig. Hij is echt. Ruikt een beetje drankerig. Nou, het kan wel een beetje die rum zijn, inderdaad. Hij is ook wel een beetje een. Hij prikkelt ook wel een beetje in de neus. Het is een hele sterke, overheersende geur. Maar toch ruik je dat het een quadruple is. En dat is mooi. Ik ga hem proeven. Op de 200ste review. En nogmaals wil ik iedereen bedanken. Voor het kijken, abonneren, liken. En hopelijk ziet de toekomst er nog en nog beter uit. En ik hoop dat ik jou een beetje kan vermaken. En als je tips hebt of wat dan dingen. Laat het me horen. Proost. Het is al enige tijd geleden dat ik dit bier gedronken heb. Dit is briljant. Dit is echt briljant. Ik moet zeggen, ik heb er een aantal overgeslagen. Een aantal batches. Volgens mij vanaf batch 26 tot 29. Want 30 heb ik nu. Niet dat ik niet meer geïnteresseerd zou zijn. Maar er is zo ontzettend veel moois. En ja, op een gegeven moment heb je zoiets van. Ja,
dan rij je niet meer zo snel naar Tilburg, ik dan. Zeker de moeite waard om het weer te gaan doen. Sowieso een prachtige plek om daar ook een biertje te drinken. Laat het over de smaak hebben. Genoeg gelul. Super herkenbaar als quadruppel. Van La Trappe. En ja, die vaten. Mooi. Ja. Dit moet wel rum zijn. Heb jij deze gehad? Dan zeg je, Remy, je loopt slap te lullen. Kijk, ik ben niet blind ingegaan, hè. Ik heb geen voorwerk gedaan. Had ik misschien kunnen doen. Maar ik wil het liefst zo eerlijk mogelijk. Ja, ik vind het gewoon mooi. En samen je dingen delen. En een beetje in discussie gaan. Zo van, nee, het klopt niet. Of wel. Of nou ja, goed. Ik weet ook niet alles. En samen weten we heel veel. Maar dit smaakt, naar mijn idee, echt wel naar rum. Ja, echt briljant. Heel vol. Beetje banaanachtig. Alcoholisch. 11%. Het is vandaag ook weer 30 plus graden. Maar ik ga... Dit had ik in mijn hoofd. En ik had echt zoiets van... Deze ga ik reviewen en niet wat anders. Als deze cijfer van mij krijgt, deze krijgt van mij een 9. Ja, gewoon, ik weet het al gewoon. Een 9. Briljant bier. Ook aged batch 30. Als jij me praat, laat me even weten wat jij ervan vond. Ik vind hem echt supergoed. Ik heb ooit, ik kan me herinneren, batch 18 gehad. En die was ook echt zo ontzettend goed. En elke keer weer andere barrels en elke keer andere toevoegingen wat ze erbij doen. Deze is echt top. Nogmaals, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. We gaan op naar review 300. En nee, dat ga ik niet vanaf review 201 zeggen. We zijn er bijna. Nee, dat doen we niet. Maar we gaan gewoon naar de 300 uiteindelijk. En echt, ik ben echt blij dat jullie, dat jullie kijken. En het kan zijn dat jullie hem al uitgezet hebben. Dat jullie denken van, Remy, je lult slap. En ik ben ook geen abonnee, dus ik stop ermee. Maar als jij dit nu ziet, dan ben je trouwe kijker. Want ik kijk al 12 minuten, zie ik, ongeveer. En voor die mensen doe ik het. Doe het voor iedereen, maar vooral voor de followers. En als je tips of trucs hebt, deze loopt iets uit inderdaad, maar dat mag ook wel, review 200. Ja. Top. Echt top. En ik ben ook heel erg benieuwd wat er in de komende 100 reviews gaat gebeuren. Mogelijk misschien collaboration reviews. Misschien met Thomas Opent of Dutch Beer Geek. Dat we een keer een gezamenlijke review opnemen. Zou wel leuk zijn. Ze weten er wel van. Het zit wel in de pijpleiding. Het zou wel tof zijn als dat gaat gebeuren. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Ik ben vandaag alleen thuis. Vandaar dat ik het ook beneden doe. Het scheelt weer. Geen herrie van de kinderen. Wat dan ook. Genoeg gelul. Ik ga hem lekker opdrinken. Bedankt voor het kijken. En uiteraard zeker tot de volgende keer. Cheers.